Vandaag Bourgondische kalfschipolata op de barbecue. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Chipolatas. Wat zijn chipolatas? Dat ga je dadelijk zien. En die ga ik maken op de Masterbuilt Portable Charcoal Grill. Helemaal te gek. Het ding weegt letterlijk helemaal niks. Echt met recht. Portable. Kun je overal mee naartoe nemen. Zelfs in het weiland. Want je kunt met een stekker. Kan gewoon, hè. Adappertje zit erbij. Maar ook met 4 penlightjes. 4 batterijtjes. Dus dit werkt eigenlijk. Het systeem is eigenlijk zoals de Masterbuilt Gravity 800. Waar dus het houtskool eigenlijk naar beneden valt. Wordt aangejagen door een ventilator, thermostaat gestuurd. Beetje hetzelfde idee. Hier onderin, net als bij de Masterbuilt Gravity, kun je hier ook al wat rooksnippertjes in doen. Hè? Zodat die as van die houtskooltjes, die gaat dan over die rooksnippertjes heen. Dan krijgen we een mooi subtiel rooksmaakje. Nu is het een kwestie van een paar tellen wachten tot ons aanmaakblokje een beetje goed fikt. Ongeveer 30 tellen, een minuutje, een beetje afhankelijk van wat van aanmaak. Wokkeltje of blokje hier gebruikt. En dan gaat het houtskool erbij. Ik gebruik vandaag eikenhout, maar moet je eens kijken. Dit is het enige, dit hele kleine beetje houtskool. Dat is alles wat erin gaat. Dit kleine beetje kun je tot 4 uur lang kun je hiermee barbecuen. Beetje afhankelijk natuurlijk wat van temperatuur. Maar dat ding regelt ongeveer eigenlijk tussen de 120 en de 290, 300 graden kan dit ding dus gewoon werken. Dit is alles. Nou zit hier een knopje. Gewoon hard en zacht, hè. Zodra ik hem aanzet, hoor je waarschijnlijk meteen die ventilator gaan blazen. Dus die blaast, hup, van onder die zuurstof erin. We houden nog wel eventjes minuten 4, 5 alles open. Dus dit deksel open en dit dekseltje open. Ik zet de temperatuurregelaar op medium. En dan zul je zien, minuutje 4, 5 kunnen wij dus beginnen. Ik pak even het vlees erbij. De chipolatas. Van The Meat Lovers. Beste vlees van Europa, jongens. Echt waar. Helemaal te gek. En dit zijn chipolatas. Ik weet dat er nu al een paar mensen die zaten aan dat puddingje te denken. Hè? De chipolata pudding. Chipolatas zijn eigenlijk mooie, een beetje dunne worstjes. Beetje vingerdik. Hartstikke mooi. Per 6 verpakt. Zijn al gekruid. Helemaal te gek. Van kalfsvlees, hè. Dit wordt een heel, heel leuk, simpel gerechtje. Want zo heet mijn kanaal niet voor niks, hè. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ben je hierna voor het eerst en je denkt van, hé, dat is interessant. Je kunt nog steeds abonneren. Ik heb dat al een halfjaartje niet meer gezegd. Maar abonneren, grote rode knop. Daarnaast zit een belletje als je die ook nog indrukt. En je instellingen op je telefoon of op je computer in ieder geval goed hebt staan. Dan krijg je altijd van mij een berichtje als ik weer een nieuwe video upload. Goed, ik zei het al. Lekker simpel vandaag. Deze zijn al heerlijk gekruid, dus ik doe hier niks aan. Je kunt altijd besluiten om worsten nog van de buitenkant een beetje te kruiden. Maar deze zijn al fantastisch gekruid. Maar het culinaire deel van dit receptje komt eigenlijk van het feit dat wij een heel mooie crème maken van mijn eigen kruiden. Ik gebruik vandaag mijn goede dingen all-purpose barbecue rub. Daar is lekker, dus een rood pepertje in en van allerlei lekkere dingen. Maar met name ook een beetje anijszaad. Maar dat heb ik nou gedaan. Ik heb gisteravond in een pannetje met wat olie, ongeveer zo'n klein beetje olie, heb ik een goede anderhalve eetlepel van die kruiden gedaan. Heel eventjes licht verwarmd en dan gewoon lekker laten staan. Regelmatig geroerd. Elke keer als ik weer op de bank televisie zat te kijken en eventjes terug naar de keuken, eventjes roeren. Doe je gewoon een paar keer. En gewoon eventjes een nachtje laten trekken. En vanochtend heb ik deze gewoon eventjes door een fijne zeef gefilterd. Je kunt dat ook met een filter doen, maar als je een hele fijne zeef hebt, dan heb je dit dus. Dit is de olie, ontstaan dus van deze barbecue kruiden. En daar gaan we een crème van maken, een soort mayonaise. Dat gaan we doen met eiwit. Eiwit, lijkt me niet zo moeilijk, hè. Dat komt hieruit, eiwit. Kun je gewoon splitsen, eigeel één kant, hebben we nou even niet nodig. Het eiwit hebben we wel nodig. Maar je kunt ook gepasteuriseerd kopen. Op veel supermarkten kun je dat krijgen. Gepasteuriseerd eiwit. We hebben ongeveer 50 gram nodig. Daarbij gaat
Een heel klein druppeltje azijn. Ik gebruik vandaag de Marc de Champagne. Dat is een witte wijnazijn. Dat is trouwens een hele lekkere witte wijnazijn. En dan yoghurt. Ook ongeveer 50 gram. Ik gebruik Valeur de Sel. Zo, en deze olie. Wat ik doe, ik neem mijn staafmixer. Dit even mengen met elkaar. En dan gaat nu mijn olie erbij. Komt-ie. Nou is hij al mooi romig. Maar hij mag nog heel eventjes iets steviger worden. Dat betekent dat er nog iets aan olie bij moet. Kijk, nou is hij wat steviger geworden al. Klaar is Kees. Zo, ik doe mijn mayo eventjes in een mooi potje, zodat hij sowieso nog een paar dagen in de koelkast goed houdbaar blijft. Mocht je trouwens nog afvragen hoeveel van die kruidenolie ik erin had gedaan, dat was ongeveer 130 milliliter. En een scheutje van de gewone olie, hè. Mag ook olijfolie zijn, maakt niet zo heel erg veel uit. We gaan eens even kijken hoe het met onze masterbeeld staat. Hij staat nu op 100 graden. En die rook die je ziet ontstaan, dat is dus van de rookchips, hè. Want dat ruik ik gewoon, dat is die appelhout. Ik wil hem ongeveer tussen de 150 en de 200 graden wil ik die worsten hebben. Niet te heet, want dan knallen ze meteen uit elkaar. Maar willen ze ook niet te lage temperatuur. Want omdat het een dun worstje is, als het te lage temperatuur, dan wordt hij een beetje dan wordt hij zo grijzig. Weet je wel, we willen, ja, laten we zeggen, tussen 150 en 200 zit je altijd wel goed. Je weet, ik haal mijn lekkerste brood bij, nou ja, bij Jan Linders. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Nou wou ik die uithollen. Dat was een beetje het idee. Nou kan het natuurlijk met een lepeltje of met, weet ik veel. Of met misschien wel met een aanzetstaal. Of misschien zelfs met een PVC-buisje. Eens kijken of ik ergens een PVC-buisje heb. Ogenblik. Ik heb er eventjes een muurtje voor moeten slopen. Maar hier heb ik een PVC-buisje. Oeh, dat gaat makkelijk. Oh, dat gaat vlot. Volgende. Hey, dit is heel licht op toilet. Is dat zo? Hij staat nou iets boven de helft. En hij gaat mooi naar de 150, 160 graden toe. Perfect. Alright. Ik zal hem eens eventjes gaan invetten. Dat doe ik met mijn washandje truc. En dan mogen wat mij betreft de chipolatas erop. Ik zie dat het tellertje in één keer daalt, maar hij komt ook weer snel omhoog. Dat komt natuurlijk omdat deksel even open is geweest. Ja, chipolata. Dat lijkt Spaans, maar het is Frans. Maar het lijkt Spaans, maar het is Frans. En nou komt het, dat is het typisch Frans, hè? Vind ik dan, hè. Ik krijg natuurlijk een bak ellende over me heen nou. Maar dat komt dan weer van het Italiaanse cipollata. En dat betekent met uien bereid. En het lijkt ook weer een beetje op de braadworst. Maar ja, die Fransen moeten natuurlijk hun eigen worst hebben. Want anders is het niet Frans. Dus vandaar hun eigen worst in Frankrijk. Cipollata worstjes. Haha. Nou kreeg iemand van de crew, die kreeg een goed idee. Van, kunnen we niet beter in een spuitflesje doen, die mayo? Vond ik een heel goed idee. Zo, en nu heb ik ook nog een beetje cheese. Mozzarella cheese. En dan niet van die bollen, hè? De natte mozzarella, maar de droge mozzarella. Leggen we vast klaar. Draai ik voor de eerste keer even mijn worstjes om. Toch wel mooi knapperig geworden door dat rooster. Vind je dit nou een leuke video? Dan zou ik zeggen, graag die duimpjes omhoog. Nou, daar gaat hij. Die lekkere mayo die gaat nou in dat broodje. Dus naast dat die worstjes nou mooi gegrild worden, komt die subtiele rooksmaak er ook nog iets overheen. Hè? Ik ruik hem hier heel erg goed. Maar je ziet hem eigenlijk niet eens, die rook. In het begin zag je hem een beetje. Maar je ruikt wel degelijk dat... Ja, een snufje rook.
Super mooi. Ik ga eens even een bordje erbij zoeken. Ik doe er een klein blaadje sla in. Een beetje als vrachtbrief. Dat glijdt wat makkelijker zo. Dan gaan we eens kijken bij onze worstjes. Die hebben denk ik een minuutje of 8, misschien 10, hebben ze gehad. Pak een half plakje kaas. Die frotten we vast onderin. Een blaadje sla. En een bokkenheet worstje. Ha! Dat is mooi van die mozzarella, die smelt hartstikke snel. Dus we hebben een klein beetje mozzarella onderin het broodje. En dan een beetje bovenin het broodje. Kijk, en dit ziet er toch fantastisch uit als je dit zo krijgt. Hè? Eventjes tussendoor, geef je dit aan je maten of aan je vriendin. Kunnen ze van denken wat ze willen. Hè? Beetje ketchup erbij. Een broodje van gegrilde, lichtgerookte Bourgondische kalfschipolata. Met een zelfgemaakte kruidenmayonaise. Maken deze. Echt lekker. Dus je kunt er zelfs nog leuke hapjes van maken en uitdelen. Hè? Het gaat om het idee, hè? Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze, van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier, door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!